is tijd voor de bekendmaking van het doelpunt van de maand april. Met als inzet 2 kaartjes voor de eerste thuiswedstrijd van volgend seizoen. Er is weer in grote getalen gestemd en daaruit is de volgende top 3 ontstaan. Op 3, de wonderschone goal van Claudia van de Heiligenberg tegen ADO Den Haag. Claudia van de Heiligenberg gaat naar binnen, schiet. Oh, van Heiligenberg, wat een doelpunt! Schitterend doelpunt van Claudia van Heiligenberg. En op 2, uit de kampioenswedstrijd tegen Heracles, de vrije trap van Lasse Schöne. Nou, daar heb je hem dus. Nummer 1 uit een wedstrijd die we liever snel vergeten, de wonderschone knal van Ricardo van Rijn. Al bij de eerste paal weghaalt, gevangen door Van Rijn. Zo, wat een knal! Wat een opening! Wat een geweldig doelpunt van Ricardo van Rijn. Prachtig goal. En daar hoort een prijs bij, het doelpunt van de maand april. Bij deze, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, daar ben ik hartstikke blij mee. Dankjewel. Je bent de enige die iets aan die bekerfinale heeft overgehouden dan? Ja, ik kan me voorstellen dat men niet graag aan die wedstrijd terugdenkt. En ja, ik persoonlijk natuurlijk ook niet. Maar ja, goed, het maakt het doelpunt natuurlijk niet minder mooi. Die bal komt toegegeven heel lekker aan. Maar om hem dan ook zo lekker te raken. Het gebeurt echt in een split van een seconde. En ja, ik zag die bal natuurlijk op me afkomen. En ja, er was eigenlijk geen andere mogelijkheid dan het gewoon te proberen. En ja, dat hij er dan zo invliegt, ja, dat... Dat is natuurlijk een fantastisch iets. Ja, onderkant lat, kan het nog mooier? Nee, het kan inderdaad, kon het niet mooier. En ook voor de wedstrijd op zich natuurlijk. Het was de finale een fantastisch begin. Maar ja, goed, ja, de rest weet iedereen. Dat was jammer. De prijs, wat ga je ermee doen? Ja, ik ga hem in ieder geval ergens thuis neerzetten. Ik krijg een mooi plekje en dat komt wel goed. Je denkt ook mee naar het doelpunt van het jaar. Ben je een goede kanshebber, denk je? Als ik eerlijk ben wel, ja. Ja, dat denk ik wel. Natuurlijk nogmaals, dat is gewoon een heel mooi doelpunt en eentje die ik niet gauw of misschien nooit meer zal maken. Dus goed, ik denk zeker dat ik kanshebber ben. Ricardo van Rijn dinkt dus mee naar het doelpunt van het jaar, maar hij is niet de enige winnaar. Eén van de stemmers op de winnende treffer heeft 2 kaartjes gewonnen voor de eerste thuiswedstrijd van volgend seizoen. Tristan Dominicus, van harte gefeliciteerd en tot volgend jaar.